kerstverlichting! Oh, mijn god. Oh, mijn god! Nou, muziek nog eens, zijn perfect. Waar is die musicbox? Oh, daar is die. Ik heb de musicbox. Kom er maar in. Ja hoor. Het is weer. Kerstmis! Wat is het jaar nou snel gegaan? Het is een oh. Het hebben we er zo lang uitgelegen. Goedemiddag, avond, 's nachts. Wanneer dat je dit ook zit te kijken. Welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van Terraria Triforce Heroes. Ik ben er weer, Zelda Play 20, samen met... Erik. En Erwin. Ook wel bekend als Mumee. En hoe heet je eigenlijk in-game? Ik ben jou een game naam kwijt. Weet je niet? Erwier. Of course. Hoe kan ik zoiets vergeten? Weet je hoe lang het geleden is dat wij multiplayer hebben opgenomen, Erwier? Ik bedoel, ik ben niet samen met Mario Kart of met Super Smash. In verband met door de week moet ik werken. Jammer genoeg. Dus daarom ben ik niet bij die multiplayer opnames. Nou, Hardcore die leggen er ook helaas helemaal daardoor uit. Gelukkig hebben we wel de 2.0 af kunnen maken. En ja, Terraria, je zat eerst met school en je zat met studie. En daarna had ik heel april tot ik volgeboekt zat met evenementen. Ja, ook ik zit nog steeds voor mijn studie en school hoor. Nog 3 jaar te gaan. Ja. Kortom, het werd heel erg lastig om op te nemen. Dus kijk eens, excuses. Maar dit is een kans die we hebben. Dit is echt een project die op sommige momenten heel erg lang stil kan komen te staan. Maar we vergeten hem niet. Nee, zeker niet. Sowieso niet. Dus ik ga het ook nu anders aanpakken. Ik heb geen timer. Ik heb geen timer van tot ik ga knippen. Tot ik op het einde van een aflevering ook echt zeg van... dit is het einde van de aflevering. Ik ga gewoon deze opnamesessie... Ik ga gewoon opnemen. Ik heb daar nog een livestream te gaan. Ik ga gewoon opnemen. En we gaan gewoon dingen doen. Er wordt ook niks meer uitgeknipt. Alle deaths zullen nog steeds doorgaan met een counter. Ik weet bij god niet hoe dat de counter nou zit. Dus... ik denk dat ik daarmee alles wel heb uitgelegd. Ik denk het ook. Klinkt goed in mijn oren. We gaan gewoon lekker verder. Oké, waar waren we? Ja, dan gaan we verder. Wat ook weer? Zo te zien zijn we nog niet de jungle voor de... We hebben eerst de mechanical bosses. Ik weet niet meer wat we moesten doen, joh. Waar we zitten en... We zijn ranger locked. Class locked, ik ben ranger. Dat weet ik nog wel. Dat zie ik toevallig aan de poster. Nou, even kijken hoor. Jullie zijn nog niet het team ingegaan. Ik heb team blauw. Oh, tuurlijk. Even kijken. Groen die heeft een zwaardje van... Dat is melee. En ik heb hier een poster, jongens. Ik kan cheaten. En rood, dat is mage. Oké, dus Erwier is onze mage. Ja, ik kan cheaten, yay. Ik heb in ieder geval... we hebben die crates hebben we opengemaakt. Oh ja. En daardoor hadden we al speciale pickaxen. En we zijn met die hamers... Zijn we al met die hamers naar een... Ja, we hebben al altaars gesloopt. Dus er is al, zijn al oors ingespand. Nou, dan is het inderdaad de taak om dan die oors te gaan zoeken, denk ik. Want echt qua sterke wapens hebben we die nog niet. En die moeten we nu dus wel gaan vinden. En volgens mij zaten we ook allemaal al op 400 health. Ja. Ik ga eerst eventjes iets doen. Want ik weet dat het lang geleden is. En ik weet dat ik heb gezegd van... Goh, weet je wat we gaan doen? Heel die serie... Nee, de kerstverlichting blijft hangen. Nee, ik ben er klaar mee. De kerstverlichting gaat weg. Dat is het eerste wat ik ga doen. Kerstverlichting weg? Ja. Het is mij voor part's sake. Ja, maar. Als jij je kerstboom wil blijven laten staan, dan mag jij hem laten staan. Ik ga alleen mijn boom in mijn... Ik ga dit gewoon zo houden. Ik vind het wel mooi zo. Ik doe alleen de binnenlampjes dan uit. De buitenlampjes die mogen blijven van mij.
Dan kan ik hier wat banners ophangen. Ah, ik heb hier mijn gouden bunny. Mijn kerstgevoel is voor altijd. Oh nee, wacht even. Ik wou als kerst afgelopen was, wou ik die boom weg en dan wou ik er een grote klok in plaatsen. Dat ga ik dan heel even doen. Eens even denken ik hoe moest maak nog steeds ik vinden zo voor de achterkant van mijn klok. Nee, doe dit gewoon even allemaal verkopen. Ik ben gewoon heel erg lui, ik ben gewoon heel erg simpel in. Zo, Archer Potion. Die hou ik ook gewoon voor de zekerheid bij me. Ik weet niet waarom ik deze zooi bij me heb, maar die mag gewoon weg zo. Oké. Okay. Hi. Even kijken op toevallig. Nee. Hoe wist je dat? Intuïtie. Ja. Hi Fisherman. Quest. Caught in the surface. Hoe heette die vis? De zombievis. Hadden wij daar niet een heel groot... Ja, daar hebben we een groot watertje voor. Nou, als jullie eventjes jullie stuf gaan doen, ik ga vissen. Oké. Okay. Dus we zijn een beetje roestig op het moment. Maar ik heb wel voor gezorgd dat ik wel nog een beetje weet hoe dat alles gaat werken. Dat heb ik zo gedaan door gewoon gelijk keihard hard diep in te duiken. En dus gewoon voor fun een hardcore serie te pakken. Gewoon een hardcore wereldje. En als je dood gaat, moet je zo snel mogelijk een nieuw karakter aanmaken. En natuurlijk begin je dan ook met een nieuw karakter. Dus alles ben je dan in één keer kwijt en zo. Dus, En we hebben daar een paar enge momenten in gehad. Ja, we hebben al gelijk boulders. Grootste nachtmerrie in... Mijn deur staat trouwens open, dus dadelijk hebben we zoiets van de buren van... Wat is hij nou aan het doen? Bof, tegen de microfoon aan, gaat al goed. Bof, weer tegen die microfoon aan. Do not disturb, I'm fishing. Voor je het weet heb je zo eigenlijk een toortje in één keer aan de haak. Ja, dat weet... Ze bijten weer niet. Hè? Jawel, ze bijten wel. Maar bijten jou nou of bijten mij nou? Dat is de verkeerde hengel. Dat komt echt werk, hè? Nou, maar voor je het weet heb je een toortje gevangen. Met vissen. Alles is... Het is mij gelukt. Ja. Waterkip. Ja. Ik heb een toortje gevangen met een old rod. Evie hier is niet op de hoogte van de Pokémon Randomizer serie. Zo. Zit weer. Ik ben aan het vissen. Ik moest opstaan. Oh, en Evan die weet trouwens ook niet dat ik stop met mijn roken. Dus daarom hebben we nou geen pauzes tijdens opnames. Oh, beter. Oude zo, jongen. Ik ben al, 3 weken. Geen terugkikverschijnselen gehad? Nee. Beter. Staan we met z'n drieën, jongens? Hier hebben jullie op gewacht. Ja. Ik ga niet knippen, ik weiger het. Vorig jaar kerst. Ja. Het begint een beetje routine te worden. Heeft nog niemand die zombievis? Nee. Ja, ik heb de zombievis. Yay! Objection! Overruled. Altijd zo jammer dat het mij niet eens gegund wordt. Nee! Hé, wij zijn rivalen, dat moet wel blijven. En sowieso, wat doet de fisherman eigenlijk in jouw huis, Erwin? Die hoort in mijn huis. Het is mijn fisherman, het is mijn fisherman, het is mijn fisherman, mie. Oh, tuurlijk, jij hebt de krat. Ja. Nou heb ik er één. Natuurlijk, heb jij weer krat. Na. Oh, ik dacht dat het de mijne was. Toink. Zombievis! Gewoon geklooien, dat werkt het beste. Oké, is het waar. Had ik trouwens nog steeds mijn gigantische bunny? Volgens mij wel. Boink. Ja hoor. Ik doe exact hetzelfde wat jij nu doet en ik krijg ook een zombievis.
Ofwel, wat is nou het moraal van het verhaal? Ga gewoon lopen klooien, want zo vang je ze allemaal. En ik hoor een mailgeluid. De neus? Geachte zal de Player 20, hiermee deel ik mede dat wij u graag willen feliciteren met 3500 abonnees. Gefeliciteerd. Oh. Wat lief. Dat is heel lief. Gefeliciteerd. Ach ja, was voor mijn broertje. Doodse stilte. Oh, ik heb weer van die boots. Nou, zullen we maar een cave ingaan of iets? Want anders staan we hier op tot volgend jaar Kerstmis nog. Ja. Eventjes, ja, dit kan verkocht worden. Ik heb een seaweed planter. Was een frog lijkt die kon je combineren. Die hebben we al gecombineerd, daar heb ik geen zin in. Dit mag allemaal weer via de... Oh, ik wil die dingen wel eventjes favoritten. Weet ik zeker dat er niks mee gebeurt. Die hamer mag even gefavorite worden. Oké. Quickstack! Goed zo. Wil ik die zeeplantage... Waarom heb ik twee visjes of souls? Heeft er iemand toevallig zijn vishengel gedropt? Nee, ik heb hem nog. Erwin? Oh ja, verkeerd geklikt. Waar ben je? Oh daar, nee, dat is jouw stambeeld. Hou je troep bij je! Hij ligt op je trap. Ja, gaat mijn huis in. Ja, daar zit die fisherman! Wat ik nog steeds niet snap. Ja, het punt is, momenteel zijn alle huizen in bezet, dus ik kan hem ook niet heel veel overplaatsen naar mij. Hoezo zijn alle huizen bezet? Maar er is geen plek meer waar ik een andere die in mijn huis zit, nu naartoe kan verplaatsen. Jawel hoor. Oh nee, dit huis is al ready ook. Oh, daar zit hij, ja. Ik kan hier wel eventjes een tafel en een stoel even in frotten. Oké, doe maar. Wil je dan de... Zelf kijken welke twee heb ik. Oh, wacht even. Ik zie hier 1, 2... Oh nee, er zijn er ook 4. Wil je de merchant of de demolist? Ik ben ranger, dus de demolist zou dan eigenlijk een beetje meer bij mij passen, toch? Ja, inderdaad. Oké. Dus even... Deze hebben allemaal volgens mij geen naam. Hard mode. Kistjes! Sorry. Vissen, die, meubels. Ik heb hier wel een stoel, maar ik heb geen tafel. Moet ik nou serieus nog een tafel gaan maken? Ik heb hier objection. Een workbench. Nee, ik wil... Ja, laten we proberen gewoon te vissen in het niks. En natuurlijk heb ik te weinig voor een tafel, dus dan maak ik maar gewoon een workbench. Maakt mij het uit. Lach mij niet uit, jongen. Echt, ik zweer. Ik mag niet doen. Zo. Oké. Ik heb een vishengel, ik zal hem gebruiken ook. Weet je wat, dan maak ik het helemaal af en dan komt daar die plant op. Ik vind dat dat mag. Waarom mag daar die plant niet op? Daar dan. Tjonge, joh, een klets. Dus, even kijken. Wat is een hele interessante cave? Want we hebben hier de... Ik denk dat de Hollow place best wel goed is. Daaronder hebben we mushroom. Oh, ik heb mushroom. Hebben we wel mushroom seeds? Geen idee. Mushroom seeds. Weet niet. Moet even kijken. Allemaal massaal in de kistjes. Ik ga hem eerst vinden. Maar jij hebt niks aan glowing mushrooms. We hebben 67 glowing mushrooms. Ja, maar seeds. En we hebben 3 seeds. Oké. Ja, dan gaan we... We gaan nou eerst, omdat we hebben net lopen vissen... We gaan wel eerst richting kogels kopen. Nee, ga jij dat maar doen? Dat gaan wij niet doen. Nee, want glowing mushrooms die zijn voor de ranger heel erg belangrijk. Dus het is zo lang geleden dat we gewoon echt geen flauw idee meer hebben wat we eigenlijk moeten gaan doen. Inderdaad. Nou ja, als we eerst gewoon ores verzamelen.
Ja, maar dan moet je wel een plek hebben waar dat je in een cave in wil gaan. Nou, dat ja, vergeet niet. Het is heel gevaarlijk beneden. Heb ik gewoon nog steeds... Volgens mij moet je naar beneden toe. Oh, wauw. Laat me zitten. Wacht, heb ik falling damage? Ik heb die wel. Hè? Heb jij falling? Nee, je hebt een ballon. Nee, nee, want een ballon zegt niks. Je moet de horseshoe hebben. En hij had de horseshoe voor iets anders met mij gereld. Nou, ik heb een hele leuke cave waar we wel in kunnen gaan. En daar is voor mij nog maar de helft geëxplored, dus... Doen we dat? Dat geluid. Oh, wacht even. Zijn we er nou niet voorbij? Nee. Oké. Okay. Me and my bunny. Het is wel heel erg stil, jongens. Het is let's play. Je moet praten. Spreek! Ik heb badges. Er komt weer een evenement aan. Er komen alleen maar evenementen aan. Oh, dat betekent dus nog minder Terraria. Ja, klopt. Waarom? Weet ik niet. Hoezo dan? Ah, anime kon kijk ik echt naar uit. Ja, ik ook. Dus, Nou, het gaat vooral leuk worden voor onze Pokémon kostuums. Want er schijnen dus op vrijdag... Ik weet niet hoeveel Pokémon cosplays er komen. Vrijdag en zaterdag hoorde ik ook. Oh, ook zaterdag. En een heleboel achtergrondgeluid. Ja, ik weet ook niet waarom je dat aan het doen is, dus. Nou, vragen waarom je het dan aan het doen is. Waarom doe je het? Het is in ieder geval opgehouden. Ja! Werkt er gewoon, gewoon om te gaan klagen. Oh boy. Klagen, ik koud je. Dit zijn volgens mij de nieuwe hard mode vijanden. Ja, dat is een beetje, zie je toch? Een van de slimes die... Ja, we zijn bezig, dat zie je toch? Oh, sorry. We zitten in opnames, audio-commentaar is belangrijk! Oh! Superworm! Nou, dan zijn we bij deze dev. Wil jij je mond houden? Gaat het goed met je HP? In HP! Oh, jij kunt een hele handige accessory voor mij droppen. Geef hem. Nee? En? Nee. Ah. Hij kan de Magic Quiver... kan die droppen. En ik wil namelijk een speciale bow hebben, zodat ik holo arrows of holy arrows kan maken. Die zijn heel erg handig tegen mechanical bosses. De yo-yo man. Oh mijn hemel. Hi. Zo. Hulp nodig. Ik zie niks. Het is heel erg LPV, jongens, ik weet het. Ja, het is hier een beetje aan de donkere kant. Hé, hey, ik heb hier een nieuwe oor. Nice. Ik weet niet welke oor dat is, maar ik ken Orgicalicum. Ja. Dat was tweede stage, geloof ik. Ik heb geen idee meer welke is. Ik weet dat hij heel erg, dat er een, volgens mij was de Orgicalicum armor, dat ben ik niet zeker. Want, dat is heel erg leuk als jij een ranger bent met Holy Arrows. Dan ga je, ik weet niet hoeveel pedalblaadjes schieten. Oké. Okay. Met een complete set. Dus ik denk dat ik inderdaad voor de Orgicalcium. Ah, verdorie, ik kon het eerst zo mooi uitspreken. Nou... Auw. Oh, ik mag jou niet raken zo. Ga weg.
Ja, daar moeten we ook nog het, natuurlijk rekening mee houden. Nou, ik heb er geen zwaard bij me, dus zo moeilijk kan het niet zijn. En misschien was het wel handig geweest om eventjes een... hoe heet zo'n potion ook alweer? Splankenpotion mee te nemen. Misschien wel. Tenminste, ja. Hadden we die nog. Nou, ik heb een wormhole potion, dus ik kan wel heel eventjes terug. Ik ga wel even kijken. Ik moet sowieso heel veel mijn zwaard wat meer gebruiken, zodat ik alles natuurlijk ook kan zien. Potions. We hebben potions. En we hebben er nog 6! Waarom hebben we die niet meegenomen? Inderdaad. Oké, nou, ik kom weer terug naar jullie toe. Ik heb in ieder geval een van die nieuwe oors gevonden. Oh ja, ik zie hem. Hieronder. Nou, ook een stukje hierheen. Een rode. Kun je die aan mijn of niet? Geen idee. Ik moet er heel veel naartoe. Ik ben een Let's Play vriendelijk. Wij volgen hier de mummie. Heb jij ook een Spelunk Potion dan? Oh, dat is die dat stage 1. Palladium. Ja. Nou, ik zal heel eventjes een splank erin zetten. Oh ja, je hebt natuurlijk je zwaardje. Ja. Ik zie daar ook heel veel Palladium oorweer. Oh. Daar zo. Hier naar boven. Zo, wat een gemeen. Dat is fijn, een gemeen. Wat kunnen we hier nu mee? Armor maken. Een armor is heel erg belangrijk voor mechanical bosses. Die maken ons anders heel erg dood. Handig voor alles, want alles maakt ons wel dood. Ik zie hier ook nog een kleine chunk. Wow! Ga je dood? Ik heb een worm midden in mijn beeld spannen. En verdwijnen. Kan ook leuk zijn. Heeft ook zijn charme. Nou, ik ben er niet zo heel erg van gecharmeerd hoor. Het is hier wel heel erg donker. Auw! Stop met mij te raken. Vind ik helemaal niet leuk. Nice. Je hebt wat gevonden? Ja, een hele chunk van die orgicalki. Ja. Orgicalki. Dank je. Lang geleden. Nou, is het Oricalgium of Galgium? Galgium zeker. Tomato, tomato. Dit is mijn junk! Heb ik gevonden! Het is mijn! Allemaal van mij! Ik wil je alleen maar mee helpen! Wow, wat is nou groen hier? Wat is dit? Zilver? Nee, dat is platinum. Oh. Ik denk dat we veel meer aan hebben, maar ik heb het toch meegemijnd. Ik vind het nou zo fijn dat je nou gewoon zo snel kan minen. Ja. Dus tik, 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 tik. Hey, Bound Wizard. Mooi. Oh. En dat is lava. Ik hou van lava. Oh, mooi. Oh, gelukkig. Ik heb geen damaged armor. Daar was ik even bang voor. Die beesten kunnen je namelijk broken armor geven en dan neem je dubbele schade. Of ja, dan is je defense gehalveerd. Komt op hetzelfde neer. Die ranger gasten die zijn gevaarlijk. En fijn! Die kunnen namelijk een magic quiver droppen. En die heb ik nodig. Ah, ik heb een huisje gevonden. En een boompje. Maar geen beestje. Ah. Oh, wel. Oké, huisje, boompje, beestje. Ik heb weer heel veel orgasmes.
kutschild. En volgens mij is dit titanium dat ik hier zie. En dat is de sterkste oor. Ja, volgens mij is dat wel heel fijn voor jou, Mumee, om voor frostarmen te gaan. Ik weet niet meer wat dat doet, joh. Frostarmen, dat zorgt ervoor dat ik hier mijn billen sta te verbranden in de la... Oh! Oh, dit was niet slim, 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 dit was niet slim. Moet ik helpen? Ben ik veilig? Ik was aan het... Nee, ik was aan het vluchten voor de lava. Nee, maar dat zorgt namelijk voor frost damage. Elke keer als jij iets raakt. Werkt ook bij Ranger, geloof ik. Maar ja, ik wil eigenlijk voor de Orgicalicum gaan. Omdat ik in combinatie met de Holy Arrows... Is dat een heel erg goede combo. En ik heb hier meer titanium gevonden. Dus alle titanium die ik vind, die gaat naar jou. Weet jij welk armor jij wil gaan hebben? Andere gast. Oh, ho! Dankjewel. Waarom heb je zoveel AP? Ik weet niet meer. Oh. Ik heb iets voor jou gevonden. Voor wie is jou? Oh, het is een vanity item. De rune rope en de rune hat. Ah, ja. Jammer dat het een vanity item is, want het klinkt wel goed. Ja, inderdaad. Die beesten... Die spannen in één keer voor me de neus. Ik schrok mij helemaal suf. Sorry, Erwin. Ben je naam echt niet vergeten opzettelijk, hoor. Ik raakte even in paniek. Please, stuur Leroy niet op me af. Hij stuurt. Krijg ik ouwe kapitaal. Oh, moet jij ervoor betalen? Objection. Een hardcontainertje gevonden. Waar we ook zoveel aan hebben. Nou ja, we kunnen er hard lanterns van maken. Oh ja, dat is ook wel zo. Oké, dit gaat heel gevaarlijk voor mij worden. Ik heb hier een hele grote chunk met lava. Maar ik heb hier ook orgicalicum gegum. Allemaal polish. Oh, die is handig. Dat is voor de Ank Charm. Yep. Oké, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik dit aanpakken? YOLO? Ga ik het YOLO'en? Oké, ik heb wel iets nog handigers. Een hard statue gevonden. Als dit mooi naar beneden valt, dan kan ik het daar nog gewoon rustig minen. Ik denk dat ik hier goed sta. And holy shit, I have a bag of Milky Ways. Kom op, blijf maar stromen. Ik hoop dat er niemand onder... Nee, volgens de map zit er niemand onder mij. Ik zal die map trouwens even weghalen, dat is irritant. Als er iemand nou onder mij zat, dan kreeg je een hele lavaval over zich heen. Ik zie het al, ja. Voor de mensen die dan denken van je eigen van waarom noem je dit geen waterval? Omdat het is geen water. Het is lava. Nou, ik heb twee van die rangers gevonden. Hopelijk droppen ze die ding voor jou dan. Ik hoop het. Ik heb een hard container. Het is geen life crystal, het is een hard container. Het is voor zero's. Yep. Dus iedereen in de comments die zegt van nee... Oh, wacht eventjes. Is dit wat ik denk wat het is? Ja, vast wel. Oh mijn god, ik heb een spider cave gevonden. Kan handig zijn voor je... Voor Erwin. Hadden we niet allemaal zo eentje gevonden? Ja, maar nou zijn ze heel erg dodelijk. Best wel. Maar ja, de spider summons zijn wel heel handig. Het is een kleintje. Heel kleintje. Ja, ik ben echt die spelanker aan het gebruiken om zoveel mogelijk... Dit is een gemene. Staan twee van die dark traps naast elkaar. Word je niet door eentje geraakt? Dan word je wel door de andere geraakt. Wat is dit? Het lijkt wel op een soort van treasure iets of zo. Waar staat? 82 zilver. Nou, daar shine het wel extreem voor. Ik maak me zorgen. Oh, ik heb heel veel marble hier. Wat een mining session. Dat ziet er aan.
Scope. Die ranger gasten die zijn heel gevaarlijk. Oh, ja, oh, ik mag jou zo niet raken! Ik had niet mijnen. Oh boy, waar is die spin? Die deed mij even 100 schade, zeg. Ja, dat is wel een beetje veel. Nou, ik heb een Spiderfang die heel erg handig is voor Abby hier. Yes! Cloud in the bottle! Precies wat je nodig gevonden voor degene die kan minen. Wat? En ik heb weer last van de lag. Wat heb je gevonden? Titanium. Oh, die kan ik minen. Ik sta veilig. Heel even een ogenblikje, want ik heb ook die andere zooi, dus Ga je gang. Die mine ik hier al eventjes snel. En ik ben bij jou in de buurt, dus ik ben niet zo ver weg. Valt me nog mee tot er niemand dood is gegaan. Oeh, palladium. Nice. En nou dat ik het gezegd heb. Nou, als ik hier naar beneden zou gaan bij al deze gasten, dan ga ik gegarandeerd dood. Oh, ik heb hier een skeleton archer. Ik moet heel eventjes oppassen. Ja, daar heb ik er dus twee van en ik heb twee skeleton andere beesten. Nou, ik probeer bij Evier in de buurt te komen in verband met de titanium die hij daar heeft. Hi! Hoi! U had titanium? Jazeker, hierheen. Nou, ik zie het al. Maar ik heb nog spelanke effect, dus en dan hoop ik dat het dadelijk snel gaat regenen, want dan kunnen we dus gaan farmen voor de Cloud Rod, voor, hoe heet dat beest ook alweer? Hoe heet dat hele fijne stafje ook alweer? Die Walk Summoner. Juist. Ja, de Nimbus ding. Nimbus Rod, ja. Oh, een wizard. Ja, Tim. Nou, ik heb helaas geen penetration. Ik ben dadelijk heel erg goed met mijn holy arrows, als ik ze ooit zou krijgen. Met nadruk op ooit. Dus dan moeten we dadelijk souls of light ergens gaan farmen. Zodat we die kisten kunnen gaan killen. Zoink. Heb jij Piggy Bank? Ja, die heb ik. Dus. De pas het al. Werkt goed. Vaak wel. Zo moet ik nog raken ook. Zo. Oké, we hebben hier allemaal in de buurt. Lava. Waarom spring jij in de lava? En nog meer lava. Omdat ik slim ben. Oh, ik spring er nou zelf ook in. Dan ben je ook slim. Dan ben jij dus ook slim, ja. Yes! Oeh, een red als ik het in ken. Oh. Hier zit de hello by him. Hallo! Nee, dit is niet slim. Ja, we zitten in een hello biome, jongens. Het is gezellig. Nou, die Souls of Light die zullen heel erg handig zijn, inderdaad. Kunnen we leuke items mee vinden. En oh, kijk uit, Mumee! Ja, ze teleporteren. Ze teleporteren. Health potion, health potion, health potion! Ja, die heb ik al gebruikt laatst.